Heb je nog een vergeten voorwerp? Een vergeten voorwerp? Ja, ik had nog steeds in voorraad een vergeten voorwerp, namelijk de optische telegraaf. Je weet, de telegraaf is uitgevonden. De elektronische telegraaf is uitgevonden in de vroege 19e eeuw. Nou, dat heeft... Ja, er bestaat ook volgens mij een heel leuk boekje over de elektronische, nogmaals, telegraaf. Dat heet The First Internet. Waarin wordt beschreven dat dat natuurlijk al heel snel, niet waar, een netwerk was wat over de hele wereld verspreid was. Maar daarvoor was er ooit een optische telegraaf geweest. Eigenlijk een hartstikke leuk bedacht, alleen was het toen nog niet de elektriciteit die er 40 jaar later wel was. En die optische telegraaf was een product van het revolutionaire Frankrijk. En dat had, daar hadden ze bedacht, zou het niet handig zijn als ze heel snel boodschappen zouden kunnen overbrengen in heel Frankrijk en later misschien ook daarbuiten in gebieden die de Franse revolutionaire legers hadden veroverd. En hoe werkte dat? Dat waren een soort torens die op hoge punten werden gebouwd, op heuvels. En op die torens, daar was een soort van... een soort van balkensysteem was daar opgezet. En met dat balkensysteem kon je symbolen vormen. En die toren werd bemand door een figuur die in een boek had met symbolen. Nou, je kunt je wel voorstellen, een symbool wat de letter A is, B. Ik neem aan dat het vol zat met afkortingen om het een beetje handig te maken. En dan bouwde je dus een toren die nog net goed zichtbaar was. Zullen we zeggen 20 kilometer verderop. Dus daar was ook weer zo'n man en die zag dan die dingen veranderen. En zei, oh, kijk even in mijn boek, de boodschap is dus of zo. En zolang het niet mist of donker is of heel erg hard regent, bleek dit systeem hartstikke goed te werken. En in Frankrijk is zo'n heel systeem gebouwd van de optische telegraaf. En sterker nog, ook anderen dachten van, god, dat is handig, de optische telegraaf. Engelsen bijvoorbeeld hebben ook een veel kleiner systeem gebouwd, maar nadat de Franse revolutie voorbij was, is dat allemaal in onbruik geraakt. En vrij snel, dus al in de jaren 40 van de 19e eeuw, komt de elektrische telegraaf op. Een fantastische uitvinding natuurlijk, in alle denkbare opzichten. Maar als je nou een heel leuk verhaal wil lezen over de optische telegraaf, dan moet je dat boek lezen, De Graaf van Monte Cristo. Want je weet, De Graaf van Monte Cristo is een wraakroman. Het is een man die wraak neemt op iedereen die hem slecht behandeld heeft, op een bijzonder ingenieuze wijze. Dus hij gaat wraak nemen op iemand die speculeert aan de beurs in Parijs. En dan koopt hij een van die mannen op zo'n toren, die koopt hij om een bericht te versturen in de zin van koersen volledig ingestort of zo. Wat helemaal niet waar is. Nou ja, dan begrijp je dat deze zijn vijand, zijn die speculatieve vijand, die wordt volledig geruïneerd door dit valse bericht. En daar ziet, nou ja, daar wordt die optische telegraaf bijzonder aardig beschreven. Sowieso een boek wat iedereen moet lezen. Het is een geweldig, in allerlei opzichten een geweldig boek. Het is een wonder dat het in de vroege 19e eeuw geschreven is. Dat is de optische telegraaf. Op zichzelf een uitstekend idee, zolang je niet een elektronische telegraaf hebt. Want? Waarom is dat? Het is wel een stuk sneller dan bijvoorbeeld een hardlopend paard. Voor die tijd geloof ik waren boodschappen die had van stations, waar dan verse paarden klaar stonden. Dus dan kwam er iemand aan met een boodschap en dan ging hij op een vers paard. Ik weet niet hoe lang een vers paard kan galopperen, heb jij daar enig idee van? Geen idee, nee. Maar laten we zeggen... 10 kilometer, ik noem maar wat. Of, ik weet niet of het paard dan al dood is. En zorg je dat daar weer een nieuw paardseizoen is. En zo kon je ook vrij snel een boodschap overbrengen. Maar ja, wat wij vinden het feit dat je automatisch met vrijwel elke denkbare plek op deze planeet binnen 5 seconden contact kunt maken, vinden wij de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar vroeger was het, waren afstanden, dat was een heel ander probleem dan tegenwoordig. Ja. En waar komt dan de naam telegraaf in het verband van de krant vandaan? Dat is van die elektronische telegraaf? Nou ja, het woord telegraaf betekent heel simpel. Tele is ver en grafijn is schrijven. Het is gewoon verschrijven. En we hebben natuurlijk heel lang vrij letterlijk een verschrijver gehad. Dat was de zogenaamde telexmachine. Weet je niet dat je dan
Om te suggereren dat er allerlei belangrijke dingen gebeurden, hoorde je zo'n telex ratelen. Ja, in films komt dat nog eens. Dan kon je typen op een gewoon ja. Toetsenbord en dan dat werd, begon er ergens anders in de wereld, begon er een telex te ratelen. En in de rakettencrisis van 1962 bleek eigenlijk vrij snel dat het Kremlin en het Witte Huis totaal niet met elkaar konden communiceren. Dat was eigenlijk nog nooit opgevallen. Want Bobby Kennedy, die moest aan het begin van de crisis op de fiets naar het telegraafkantoor van die telegrafische dienst. En dan werd er een telegram verstuurd naar het Kremlin. Ik weet niet hoe ze daar met de fiets deden, maar goed. Iedereen begreep toch wel dat dit bovendien zeer risicovol was. Hè, want je kon niet onmiddellijk. En toen hebben ze een telexverbinding geïnstalleerd tussen het Kremlin en het Witte Huis. Zodat ze in ieder geval op heel snel met elkaar konden communiceren. En hoe ging dat technisch? Nou, dat gaat gewoon volgens mij gewoon via de telefoonleiding. Oké. Ja. Je kon al heel lang dat je gewoon op kon bellen. Vaak was het nog wel zo dat er een telefoniste was. Heel lang zijn er natuurlijk telefonistes geweest. Je hebt wel eens een plaatje gezien, toch? Dat er van die dames achter zo'n enorm switchboard zitten. En dan, nou ja, die krijgen op hun oor van, u spreekt met Janssen, toestel 97. Ik wil graag bellen met Pietersen, toestel 325. En dan zie je dat ze zo'n stekkertje in dat bord steekt. Ja, precies. En dan een tweede stekkertje bij 325. Dit is ook weer iets wat totaal verdwenen is. Hè? Je hebt nog wat telefonistes, maar die zijn allemaal robots. Hè? Er zijn nog 17 wachtende voor u. U bent de eerste in de wachterij. Wij doen alles om u zo snel mogelijk te woord te staan. Wat moest het heerlijk voor jou zijn geweest, die tijd? Want dan kon je in ieder geval nog gewoon bellen. Het was zalig. Ik kan je wel zeggen dat ook hier geldt weer. Dat is dan heel fijn afrondend in wat we nu gezegd hebben vanmiddag. Ja, dat was vroeger werkte dat veel beter. Je kreeg gewoon een mens aan de lijn. Ja. Je zou willen dat... mevrouw Janssen. Ja, je zou willen hartstikke dat... aardige mevrouw, die deed aan wat jij vroeg. Ja. Klaar is Kees. Bij de museumjaarkaart zou je willen dat ze dat ook zouden hebben. Dit. Ja, dat zou hartstikke handig zijn geweest. Ja.